De 17 huisartsen die eind maart hun diploma in ontvangst hebben genomen, zijn nu al langer dan een maand aan het werk, zegt Eddie Wong-Chung, directeur van het Huisartseninstituut Suriname. Hij geeft aan dat studenten die in Suriname al studeren aan de universiteit algemene arts worden. Na de opleiding te hebben gevolgd tot huisarts, zijn ze vakkundiger in het begeleiden van de patiënten. In de andere gevallen ben je een arts die dus ook heel veel weet en je hebt ook heel veel ervaringen. Maar je mist dus net de tools om de patiënt zo inzicht te kunnen geven dat hij de aandoeningen de baas kan. De oorzaak van de aandoeningen te weten komt en de baas kan zijn. Dus dat probeer ik aan te geven met de algemene arts en de huisarts. En ik zeg niet dat de ene beter is dan de ander. De ander heeft gewoon een andere functie. Wong-Chung geeft aan dat hij de artsen na de diploma-uitreiking niet meer heeft gezien. Maar dat is goed, ze zijn allemaal in het veld, zegt hij. Ik kom ze niet meer tegen en dat is goed. Een paar zijn met COVID-zorg bezig, een paar zitten in de keri. Zo gaat het. Je hebt kinderen grootgebracht en ik ben ze kwijt. Ik mis ze wel zo af en toe, maar dat is alles overste. Dus het is de vijfde groep geweest. Dus ik ben een beetje aangewend dat je ze kwijtraakt. Maar hoe was de overgang van deze groep? Want zij hebben hun artsenopleidingen in verschillende landen afgerond omdat ze de loting hier hebben gemist. Maar hoe was de overgang toen ze terugkwamen naar Suriname? Ja, dat is elke keer een vraagstuk op zich. Hè. In ieder land heb je een andere vorm van benadering van de gezondheidszorg. In Nederland, in Suriname, Cuba. Je mag ook niet van het ene land naar het andere land gaan. Maar dan moet je elke keer weer een test doen om te zien of je aansluit. Een Nederlander mag hier niet zomaar komen werken. Je moet ook hier een test doen of zich laten weten waar hij voor is. En dan kan hij dus dan werken in Suriname. En omgekeerd ook. Dus je moet het niet zien als minder, maar gewoon als soort veiligheid. De mensen die uit Cuba komen, hebben uiteraard ook een heel ander bagage bij zich. Die werken meer in de algemene zorg, meer in de primary healthcare. Dan zijn ze dus bezig om ziektes op te sporen. En wij zijn bezig om brandjes te voorkomen. Eddie Wong-Chung, directeur van het Huisartseninstituut Suriname. De 17 nieuwe huisartsen geven momenteel ondersteuning in verschillende sectoren.